Ah, Theo, kom er even bij. Kom gewoon net als vorig jaar. Theo deed het er nog heel. Kom even bij. Ja. Voor de andere heren die improviseren natuurlijk. Twee lotgenoten. Alleen ik kan het niet opnieuw. Theo heeft iets geregisseerd. Theo, je hebt een tiende woordbij staan. Ja, ik mag wel van eigenlijk bijzonder trots als ik hier nog zie. Waar ik met name trots op ben is in eerste instantie natuurlijk dat we toch een flink aantal sponsoren bij elkaar hebben. Dat die mensen er allemaal ieder jaar weer geld, ieder jaar bereid zijn om daar toch een behoorlijk bedrag in het team te steken. En het voor de jongens mogelijk te maken om landelijk wat te laten zien. En, maar het is gelukkig niet voor niks. Ik ben de sponsors dankbaar. Het is niet voor niks in de zin dat de rijders hun werk doen. En als je ziet Partijen vorig jaar, die heeft echt zijn best gedaan om een MX1 wat te laten zien. Die heeft daar progressie geboekt. En ik denk dat hij zeer goed overwinterd heeft. Hij is heel driftig op zoek geweest om een goede begeleider te vinden. Ik ben blij dat ik had eerst een beetje hard gehoord in Freddy. Maar wat ik nu zie, ik vind dat de twee voelen elkaar heel goed aan. En ik denk dat het is veelbelovend wat die twee laten zien. En ik heb er veel vertrouwen in dat zij dit jaar dat ze misschien wel voor een verrassing kunnen zorgen. Daarom is ook bijzonder tevreden over de motor. Daar heb ik geluk mee. Dat, het is elk jaar maar afwachten van zijn ze nou echt wel goed of hebben ze weer kinderziektes. Of, dus dit jaar gelukkig niet aan orde. Nou, voor Daimler, dus ik heb er veel geloof in dat het dit jaar goed gaat komen. Dan vind ik Nigel, onze jongste rijder, vorig jaar ontzettend zijn best gedaan. Hij heeft ook in de ADAC heeft hij zijn gezicht laten zien. Hij heeft ook een aantal hele goede uitslagen gemaakt, ook in de EK. Ik ben ook zeer trots op Nigel. Hij heeft ontzettend veel progress. Niet zo dik, dat ligt erop. Nigel heeft zeer veel progressie geboekt, moet ik zeggen, vorig jaar. En ik denk dat voor dit jaar, wat Nigel, dat hij nu de mogelijkheid krijgt om op een keer een fabrieksmachine te stappen. Dat is wel zeer uitzonderlijk. Dus ik hoop dat Nigel, die moet dat met beide handen aanpakken. Dat doet hij ook. Jos staat er natuurlijk ook helemaal achter. Om ervoor te zorgen dat dat meisje 100% ondersteund wordt. Dat zijn motor er tip-top bij staat. En Nigel moet zijn werk doen. En als Nigel zijn werk doet, en dat hebben ze deze winter ook alweer laten zien. Hebben zeer veel getraind. Hebben Grevenbrug zeker 2 keer per week gezien. Dus ook daar heeft hij zijn werk gedaan. En ik denk dat Nigel ook voor dit jaar dat hij er klaar voor is om iets goeds te laten zien. En wat dat betreft mogen we wel trots zijn dat we van dat soort rijders hebben die gewoon hun werk doen. Die hun verantwoording nemen. Die zorgen dat ze conditioneel, dat ze pijl zijn. Dat ze de sponsoren niet teleurstellen. Dat wij als sponsoren dat we gewoon trots kunnen zijn. Dat we dat soort rijders in ons team hebben. En zo hoort het ook. Dus in Nigel heb ik dit jaar heel veel vertrouwen. En dan hebben we nog Dominique natuurlijk. Die vorig jaar in MX2 heeft die, laat ik het zo zeggen, misschien was het toch niet zijn klasse. En was het ook niet zijn motor. Er zijn verschillende verhalen gaan erover rond dat Dominique past die wel op zo'n MX2. Rijdt hij misschien, schakelt hij niet snel genoeg op, al dat soort dingen. Er zijn heel veel dingen aan de hand geweest. Technisch heeft hij ook veel problemen gehad met de motor. Maar dat was alles wat bij elkaar was. Dat vond ik niet toch aanleiding om te zeggen van ik maak die overstap naar de MX1. En ook daar, ik denk, wat we deze winter hebben gezien, dat Dominique ook nog zeer, dat hij dit jaar wel ook wel eens voor een verrassing zou kunnen zorgen bij de nationale. Wij hebben daar ook veel vertrouwen in. Dominique is een serieus jongen. Doet ook zijn trainingswerk. Ja, laat ook niet afweten. Luistert goed. Luistert ook goed naar Marcel Hartman. Ja, dat is binnen ons team, laat ik dat ook even vermelden, een zeer goede aanvulling voor de rijders om op niveau te komen. En natuurlijk is het belangrijk om op niveau te komen, maar nog veel belangrijker om dat niveau vast te houden. En om een heel jaar te kunnen presteren.
En ik denk dat we daar in Assen een hele goede treur naar hebben. En voor Dominique, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat hij ons dit jaar enorm gaat verrassen in de MX1. En we hebben er allemaal wel vertrouwen in. Als wij met onderling met elkaar eens praten over Dominique, dan we vinden Dominique allemaal een nette rijder, een goede rijder. Ik denk dat hij wel wat kan laten zien dit jaar. Ja, en verder, nogmaals, ik wil alle sponsoren zoals ze hier zitten. Ik vind het hartstikke mooi dat jullie allemaal gekomen zijn. En dat jullie een stukje betrokkenheid tonen. En ik hoop dat we dit nog een aantal jaren met elkaar op deze manier kunnen doorzetten. En ik denk dat we er wel iets heel leuks van kunnen maken. Ja, dat moet meer zeggen. Ja, dat was wel heel bedankt. Alle sponsoren die hier bij zijn. Theo heeft het voor het Xfinity Team mooi verwoord. Beter dan ik erbij kan doen. De man die hierbij zit. En dan gaan we. Theo, mag weer terug. Bedankt voor deze intermezzo. Ja, het is altijd maar heel erg.